Yo kinders, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag spelen we Sonic Racing voor de mobiele telefoon. Maar eigenlijk is dit gewoon een Clash Royale rip-off. Nu vraag je je waarschijnlijk af, hoe kan een racespel een rip-off zijn van Clash Royale? In de plaats van troepen heb je Pokémons. En deze Pokémons kan je upgraden en je moet je eigen deck maken. Oké, dus ik ga de Pokémon Bulbasaur gebruiken. Ja, dat is Bulbasaur. Laten we maar een race doen. Oké, Forgotten Temple. Maar als je deze baan zo vaak speelt, dan kan je hem niet vergeten. Dus die naam klopt niet echt. Oké, ik heb Bulbasaur. Wat is dit voor een slecht item? Daarmee kan je niet eens ringen pakken. Dit potje was pokkend slecht. Rivaliserend team, dat is nogal een groot woord. Het past niet eens in dat vakje daar. Wow, die kan nogal snel beslissen wie aan het winnen is. Het is nog maar net begonnen. Oké, ik heb de geest. Wat zag ik geest? Ik bedoel natuurlijk Bulbasaur. Maar wat heb ik er zelfs aan? Dat doet toch helemaal niks, die geest. Die Bulbasaur. Ik heb hem 2 keer achter elkaar. Ik ga deze mooie Pokémon gebruiken. Oh, wacht. We moeten wel even een kist openen. Oh my god. Oh my god. Oké, deze persoon heeft vrij veel trofeeën, dus dat is wel cool. Daardoor kan ik misschien winnen. Want tegen Noobs met 2 trofeeën of zo win ik. Ja! 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 Het ergste aan dit spel is eigenlijk, zomaar random soms uit het niets, komt elke Game Center achievement die je hebt gehaald. Waarom? Ik weet dat ik dat heb gehaald. Ga weg! Stop! De Game Center Achievements zijn de echte rivalisatie in dit spel. Oké, het is over. Zoals in Clash Royale heb je ook arenas of competities in dit spel. En daarmee kan je nieuwe banen en karakters unlocken in dit spel. Iceberg Alley. Oké, dit is een cool level. Pun entirely intended. Je bent aan het winnen. Vroeg om te zeggen, vind je niet? Oh, wow, wow, wow. Wow, het internet is uitgevallen, denk ik, mensen. Bedankt voor het kijken van deze video. Hopelijk vonden jullie hem leuk en als dat zo is, geef dan een like. Willen jullie dat ik ook in dit spel een rood 2999 bekers doe? Of willen jullie gewoon dat ik nog eens Clash Royale speel of zo? Ik weet niet. Laat het weten in de reacties. Ja, doei.